dinsdag en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik en Dagmar gaan vandaag gezellig samen een dagje naar Amsterdam. We gaan lekker lunchen, eventjes ergens winkeltjes kijken. Er is natuurlijk echt overal sale begonnen, dus we gaan er gewoon een gezellig dagje van maken. Het is nu 10:30. We gaan met de auto naar Olympisch Stadion. En dan parkeren we daar de auto, want dan kan je voor €1 parkeren de hele dag. En een gratis tramkaartje krijg je dan om naar de stad toe te kunnen. Dus dat is echt mega chill en heel erg voordelig in Amsterdam. Dus dat gaan we lekker doen. Ik heb dit blouseje aan die ik op Ibiza had gekocht van de Zara. Met deze broek van de Zara. En ik denk dat ik sinds tijden weer een keertje mijn Jordans aandoe. Oh, het matcht eigenlijk niet echt lekker. Ik dacht dat dit beter qua kleur zou matchen. Misschien dan mijn nieuwe schoenen. Ik weet niet. En nog even kijken welke schoen ik aandoe. Zo'n knot op mijn hoofd lijk ik echt altijd een jongetje. Maar goed, het is vandaag woensdag. Ik ga vandaag eigenlijk niet zo heel veel doen. Ik heb ook nog niet zo heel veel gedaan. Ik weet niet, deze camera lijkt wel alsof die gewoon heel de tijd niet scherp stelt. Ik film nu namelijk met de Canon G7X Mark III. En ik had natuurlijk eigenlijk altijd deze. Of nou altijd. Sinds kort had ik deze nieuw gekocht. Maar ik kreeg gewoon best wel veel mensen de reactie op deze camera dat ik te veel bewoog met mijn hand. Want ik denk dat het gewoon aan die camera ligt. Want met deze heb ik dat niet. En dat ze het geluid wat minder vonden. Dus ik dacht, nou, dan ga ik weer met deze vlog. En hou ik deze voor aparte video's. Maar ik vind deze denk ik toch wel echt veel fijner. Want deze stelt heel gek scherp heel de tijd. Maar goed, ik wilde eventjes een pakketje laten zien die binnen was gekomen. Die. En ik had nog wat items van de Zara Sale 2. En nog een heel erg leuk dingetje bij Naked had ik besteld. Gisteren in Amsterdam had ik niet meer verder gefilmd. Ik was namelijk mijn camera in de auto vergeten. Super handig. Maar goed, was wel echt super gezellig. Ik heb niks gekocht. Heel knap van mezelf. Maar ik had dus wel dingetjes online besteld. Ik begin wel even met dat van Naked, want dat is maar één dingetje. Dat is namelijk dit setje van Hannah Schöneberg. Want ik heb deze al in het wit. Maar de zwarte was dus ook weer op voorraad. Dus dit is de zwarte bandeau. Die heb ik in een maatje S. En dan de zwarte rok. En die vorige rok, die witte die ik had, die was kort. En dit is de lange rok. Dus hier ben ik heel erg blij mee. De rok heb ik in een XS. Als je wil weten hoe dit setje staat, moet je eventjes mijn shoplog kijken. Naked X Hannah Schöneberg. Want daar heb ik de witte versie aan. Dan kan je zien hoe die staat. Dan bij de Zara Sale had ik twee dingetjes besteld. Ik heb nog iets besteld, maar dat moet nog binnenkomen. Maar allereerst dit hele leuke blouseje. Ik heb hem in een M, want dat was de laatste maat die ze hadden. Maar ik vind het op zich wel leuk als hij een beetje oversized valt. Hij was €40 en hij was nu volgens mij afgeprijsd naar 26 of zo. Maar ik vind het dus een heel erg leuk blouseje met een V-hoosje. Leuke lange mouwtjes. Ja, ik vond deze echt heel erg leuk, zoals die. Ik zie dat ik even moet opschieten, want mijn camera is bijna leeg. Dan van de Zara Sale nog een jurkje. En dat is dit jurkje. En dan in het midden is die open. En hij is best wel kort, maar ik weet niet, ik vond hem wel echt heel erg leuk. Deze is afgeprijsd van €50 naar volgens mij ook €26. In een maatje XS. Ik hoop dat hij past, maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. En dan is er dus een nieuw merkje uitgekomen. En dat heet Revined. Ik kan het niet heel goed uitspreken, maar zij vroeg of ze maar wat dingetjes mochten opsturen. Het is van dezelfde eigenaar volgens mij als Alex de Label. Of hetzelfde iets als Alex de Label. Dus ja, dat vond ik wel heel erg leuk. Allereerst heb ik een setje en daar hoort dit broekje als allereerst bij. Ze hebben de items helaas wel in een maatje te groot opgestuurd. Want normaal heb ik altijd een XS en ze hebben het in een S gedaan. Maar misschien dat het wel mooi zit. Even kijken. Dit is het broekje. Het is echt een super lekker stofje met een stretch band. En er zit ook nog een riempje bij. En daarbij hoort dus een bijpassende blouse. Deze. Oh, deze is wel echt heel erg groot. Dus ik denk dat het wel goed is als ik het gewoon lekker omwissel voor een XS. Want dat mocht, zeiden ze. Dit setje hadden ze ook nog in het lila trouwens. Maar ik vond die beige heel erg leuk. En dat is een straight leg. Waar ik echt helemaal weg van ben altijd. Met dit bloemenprintje. En dan hier aan de zijkant zit zo'n panterprintje. Dus die vind ik ook heel erg leuk. Die hebben ze alleen helaas ook wel een maatje te groot opgestuurd. Dus daar heb ik al eventjes contact met ze over opgenomen. Dus als ik de goede maat binnen heb, zal ik het wel eventjes passen. Of misschien dat ik het morgen wel eventjes pas. Dan hebben jullie alsnog een beetje idee hoe het eruit ziet. Ik ga nu mijn camera aan de oplader doen. Wacht tot het keer er is.
We gaan ook gezellig samen avond eten. En dan gaan we vanavond lekker samen sporten. Dus daar heb ik heel veel zin in. En wat ik nog even snel wil laten zien. De camera valt echt bijna uit. Maar ik had een tijdje geleden. Of 2 weken geleden ongeveer was ik met Rosa aan de Bijenkorf. En toen had ik een bikini gepast bij de label. Alleen ze hadden mijn maat daar niet meer. Dus ik had hem besteld. En die is afgelopen week binnengekomen. Dat is dit leuke broekje. Die heb ik in een maatje S. En ik weet niet, ik vond het witte kleurtje gewoon echt heel erg leuk voor de zomer. En daarbij heb ik deze bikini top. Gewoon een simpele triangel, maar ik vind dat wel echt heel erg mooi. En die heb ik in een maatje L, want ja, die vond ik gewoon heel mooi zitten. Ik heb qua cupmaat een 70D. En van deze topjes vind ik dat ze echt heel erg klein vallen. Dus van het topje heb ik een L. En van het broekje een S. Dagmar, die heeft dus nog nooit... Ik heb het dus heerlijk olijfjes gekocht. Ik dacht dat ik dit nooit lekker vond, maar toen had ik het bij Rome gegeten. En dat vond ik zo lekker. Dagmar, die gaat een theestation doen. Dus dit is goede content natuurlijk. Ik ga wel gaan. Oh, moet je anders even... Ik film je wel even. Zo. Hier heb je een prikker. Dit is een knoflookje, dus dat moet je niet eten. Oké. Okay. Het is heel glibberig. Nee, lekker gelijk op bijten. Nee. Ja, vind je? Ik vind het heerlijk. Eeuw. Het heeft ook wel een beetje een wijnsmaak. Dat vind ik niet vies, maar... Eeuw, ik heb zo'n eigen... Dat is niet mijn ding. Nee? Lekker. Het is vandaag vrijdag. En zoals jullie net konden zien, zijn wij vanmorgen weer te testen. Want we hebben dus morgen... Een soort feestje, festival. Nou, het is niet echt festival. Dus daarvoor moesten we natuurlijk testen. Dus dat hebben we net gedaan. En er is een pakket binnengekomen. Want ik had weer wat besteld, uiteraard. Ik had dat bij de label besteld. Ik heb er namelijk een bikini gekocht. En een handdoek. Want nou, je ziet hem misschien hier wel hangen. Maar dit is eigenlijk de enige strandhanddoek die ik heb. En ik ga natuurlijk dit jaar... 2 vakanties achter elkaar op vakantie. Dus ik dacht, het is wel handig om een extra strandhanddoek te hebben. Dus ik heb die van Bayou gekocht. En wat is chill is deze. Die is van Love Story. Die hangt even te droog, want ik had hem gewassen. Maar deze van Bayou label is dus best wel... Het is wel een lekker stofje, maar zeg maar best wel dun om op te vouwen. Dus dat is echt chill als je hem in je koffer moet doen. Want als je deze meeneemt, is het heel groot en heel dik. Dus dan is de helft van je koffer alweer... Bijna vol eigenlijk. Dus ja, hier ben ik heel blij mee. En dan heb ik nog een bikini gekocht. Dat is wel van de oude collectie. Maar daardoor had hij dus wel korting. Dus dat is heel chill. En dat is allereerst dit topje. Ik heb het topje en het broekje beide in een maatje M. Dit is de top. Het is gewoon zo'n triangle top. Maar ik vind dat de laatste tijd dus wel echt heel erg mooi. Van die triangle topjes. Dus dat is die in een panterprintje. En dan met... Dit broekje erbij. Ik twijfelde heel erg over het broekje. Want er hoort dus eigenlijk een ander broekje bij. Maar ik wist niet zo goed welke maat ik daarvan nodig had. En omdat ik deze dus met een kortingscode besteld heb. Krijg je niet je geld terug. Als je het terug wil sturen. Maar krijg je een tegoedbon. Dus dat vond ik een beetje zonde. En dit broekje had ik al in een maatje M. Dus ik wist zeker dat deze zou passen. Dus vandaar dat ik deze combinatie heb gekozen. Maar hier ben ik dus ook heel erg blij mee. Wij gaan zo meteen eventjes een foto maken. Milan gaat me eventjes helpen, want ik moet een foto maken van dit t-shirtje. En ik moet een foto maken voor Lovies. Dus daar gaat hij me bij helpen, super lief. En dan ga ik straks even langs mijn moeder. Want die gaat morgen ook naar een feestje. En die wilde van mij een beltpack en een jasje lenen. Dus die ga ik eventjes brengen. En vanavond gaan Miel en ik lekker mosselen eten. Daar heb ik echt super veel zin in. Mosselen is echt mijn nieuwe verslaving geworden. Maar goed, wij gaan... Oh, en ze hadden van bij het label... Een scrunchie erbij gedaan. In dezelfde print. Heel erg leuk. Wij hebben lekker eten besteld. Ik had echt al heel de week super veel zin in mosselen. Alleen je kan niet echt zeg maar mosselen in schelpen bestellen. Althans wij konden dat niet vinden. Dus we hebben nu gewoon allemaal lekkere verschillende visdingetjes. Miel heeft een zoompje met wat rijst. We hebben hier kibbeling, calamaris, mosselen, frietjes. En ik heb nog een extra portie kibbeling. En... Ik heb iets nieuws gekocht. Dat ga ik zo meteen wel eventjes na het eten laten zien. We gaan het eerst even opeten en serie kijken. Het is vandaag zaterdag en vandaag is echt een
hele leuke dag. Want ik heb eindelijk weer een soort van mini festival. Ja, ik weet niet echt hoe je het kan noemen. Maar bij ons in Den Haag heb je het Zwarte Pad. Dat zit op Scheveningen, is bij Scheveningen. En bij het Zwarte Pad heb je allemaal strandtenten. En in de zomer geef je al die strandtenten allemaal feesten en zo. En vandaag is er dus ook zo'n feest. Dat is bij Colorado Charlie. En Reinier Zonneveld komt daar draaien. En dat is een DJ die ook vaak op hele grote festivals komt draaien. En hij komt van 4 tot 11 uur non-stop draaien. Dus daar gaan we met onze vriendengroep gaan we daar naartoe. Dus daar heb ik echt super veel zin in. Dagmar die is helaas werken vandaag. En Zoe moest ook werken. En Keer moest ook werken. Dus die konden alle drie niet mee. Zoals jullie zien heb ik mezelf nog niet klaargemaakt. Maar het is ook pas 10:30 's ochtends. Ik ga even lekker ontbijten. En dan ga ik me straks gewoon lekker helemaal aankleden, flieken. Ik moet ook nog even douchen. En een outfit uitkiezen. Want ik weet dus echt nog niet wat ik aandoe. En ik ga zo meteen eventjes mijn aankoop laten zien. Wat ik heb binnengekregen gisteren. Want ik wilde het natuurlijk nog aan jullie laten zien. Maar dat was ik vergeten. Of nou, maar het was best wel donker geworden. Dus ik dacht ik laat het morgen bij daglicht zien. Dan kun je het wat beter zien. Maar goed, ik ga nu eerst even lekker ontbijten. En dan ga ik jullie zo meteen meenemen als we me gaan klaarmaken. Gisteravond was er ook een pakketje binnengekomen van Olivia en Kate. En ik dacht, ik ga het eventjes aan jullie laten zien. Want misschien zit er wel wat bij. Wat ik vanmiddag of vanavond aan wil trekken. Ik ben nog steeds met de camera aan het filmen die niet helemaal lekker scherp stelt. Maar ik heb een oplader besteld voor mijn andere camera. En als het goed is komt die maandag binnen. Want het zou 3 werkdagen duren. 2-3 werkdagen. Maar oké. Okay. Olivia en Kate hebben er als eerst een hele leuke strandtas bij gedaan. Of gewoon zo'n canvas tas. En dit gebruik ik eigenlijk heel veel de laatste tijd. En deze is dus van Olivia en Kate. Echt super schattig. Dan een jurk voor op het strand. En dat is deze. Hij is dus oranje met turquoise en een beetje wit en koraal. En aan de voorkant heeft hij dus echt een hele mooie V-hals. En verder loopt hij dan heel erg lang uit. Dat was mijn telefoon. Maar die vind ik echt onwijs leuk. Als ik straks tijd heb, zou ik nog wel eventjes passen. En anders doe ik dat later in de weekvlog wel. Om het aan jullie goed te kunnen laten zien. Maar deze jurk in ieder geval. Die ga ik niet aandoen denk ik vanmiddag. Dan nog een lange jurk. En ik zie dat er glitter in zit. Dat had ik op de website niet gezien. Maar dat is deze. Leuk voor het EK die niet meer is. Maar goed. Dat is ook een hele lange oranje jurk. Op camera lijkt hij echt veel feller dan dat hij in het echt is. In het echt valt het wel een beetje mee. En dan nog 2 hele leuke setjes. Dit komt dus van de Pieces. Ik wist niet dat ze bij Olivia en Kate ook dingen van de Pieces verkochten. Maar dit is als allereerst een kort broekje. Deze. En deze heb ik in een maatje XS. Volgens mij waren die andere jurken allebei one size. En daarbij hoort deze trui. Deze. Echt heel erg leuk. Dus heb ik ook in een maatje XS. En dan nog een pakje. En dat bestaat uit dit shortje. Ik denk dat jullie dit pakje bij echt wel heel veel andere mensen hebben gezien. Want het is best wel een bekend pakje. Maar dit broekje. En daar hoort dus deze blouse bij. Deze blouse. En er zit dus ook nog een bandana bij. Echt super leuk. Dit zijn in ieder geval dingetjes die ik van Olivia en Kate heb gekregen. Ik ga nu even douchen. En dan ga ik me daarna klaarmaken met jullie. Heel veel zin in. Oké, ik ga mijn make-up doen. Ik zie er echt niet uit. Dus het is zwaar nodig. Ik ga beginnen met mijn dagcreme. Ik ga het zo meteen wel een beetje versnellen. Want ik wil even lekker filmpjes op mijn telefoon kijken. Maar ik doe even een dagcreme op. En ik weet echt nog steeds niet wat ik aantrek. En ik vind het zo vervelend. Want het gaat dus, we gaan dus op de fiets daar naartoe. Ik heb echt al 2 jaar niet meer gefietst. Ik heb het ook nu al bloedheet. Maar ja, we gaan dus op de fiets daar naartoe. Maar op het moment dat wij gaan fietsen, denk ik, gaat het dus regenen. Want vanaf 4 uur gaat het regenen. Maar ja, ik wil natuurlijk niet op mijn haar nat worden. Dus het liefst wil ik dan een trui aan met een capuchon. Maar een trui met een capuchon vind ik echt niet leuk om aan te trekken naar het eerste feestje dat we weer hebben. Dus dat hoort hem niet. Dus ik dacht, misschien doe ik een bucket hat op. Want dan houdt ik mijn haar droog op de fiets. En dan kan ik hem daar weer afdoen. Maar dan loop ik de hele tijd met die bucket hat in mijn hand. Dus daar heb ik ook geen zin in. Dus ik weet het nog eventjes niet wat ik aan ga trekken. Ik ga gewoon eventjes een beetje het weer afwachten wat het weer gaat doen.
En wat er komt te staan en zo. Ja. Ik denk dat ik lekker uitgebreid make-upje op ga doen. Daar heb ik wel zin in eigenlijk. Ik ga beginnen met een lippenbalsem. En ik ga even lekker een beetje met oogschaduw spelen. Want ik heb dus deze twee paletten had ik dus laatst nieuw gekregen van Leico. En ik gebruik ze niet heel erg veel. Alleen op speciale gelegenheden, net zo'n beetje als dit. Dus dat ga ik nu ook doen. Ik ga even lekker een filmpje aanzetten. En als ik jullie wat vertellen heb, zou ik ondertussen wel praten. Maar ik denk dat het vooral lekker een versneld beeld wordt. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Make-up zit erop. Het is ondertussen 11:45. Ik ga denk ik maar gelijk eventjes mijn haar doen. Dan is het maar klaar. En dan kan ik nog een uur, anderhalf uur beslissen over wat ik aan ga trekken. Maar ik ga jullie eerst laten zien waar jullie op staan. Want ik had natuurlijk gezegd gisteren... Hoe ga ik dit handig doen? Zo. Ik had natuurlijk gezegd dat gisteren dat er een pakketje was binnengekomen... Waar ik echt super excited over was. Waar ik echt mega blij mee ben. En dat zit hierin. Ik heb namelijk een nieuwe zonnebril gekocht. Ik was dinsdag met Dagmar in Amsterdam. En of nou, ik had eerst een tijdje geleden een andere zonnebril gezien. Er zit hier ergens een haar aan mij te plakken. Ik weet niet, maar oké. Ik had eerst een tijdje geleden een andere zonnebril gezien van Fendi. Super leuke zonnebril. Het was echt zo'n zomerdingetje. Hij was lichtblauw, een beetje turquoise-achtig. En toen liep ik... Dinsdag met Dagmar in de Bijenkorf in Amsterdam. En toen zag ik deze bril, maar dan in het wit. Toen had ik hem opgezet en toen dacht ik echt... Ik vind dit echt heel leuk. Alleen ik vond die witte kleur iets te heftig. Want de glazen waren dan zwart en de bril wit. Dus ik vond dat contrast iets te groot. Dus toen ging ik op de website kijken of ze nog andere kleurtjes hadden. Maar die hadden ze wel, maar die was uitverkocht. En toen eergisteren kreeg ik een melding met dat die kleur weer op voorraad was. Dus heb ik hem gelijk besteld. Hij is zo leuk. Het is een zonnebril van... Prada. Mooi doosje zit er omheen. En dan in het doosje zit weer een zakje. En ik weet niet, ik vond deze zonnebril gewoon echt heel erg gaaf. Het liefst doe ik hem ook vanmiddag op naar het feestje, maar dat is niet slim als ik dat doe. Maar oké. Dit is de zonnebril. En dan zou je wel denken, boeien. Maar kijk even hoe gaaf die zijkanten zijn. Ze zijn heel erg dik. Er staat Prada op. Fijn dat deze camera... Oh ja, is dat misschien ook. Prada met een beetje gouden letters. En ik heb net mijn make-up gedaan. Dus misschien niet heel slim om een zonnebril op te zetten. Maar ik ga het toch doen. Kijk. Ik vind hem zo leuk. Ik snap dat heel veel mensen zouden zeggen van... Oh, ik vind het echt niet leuk. Lelijke zonnebril, bla bla bla. Maar ik ben er heel erg blij mee. En ik weet niet of je het op de camera goed ziet. Maar hij is dus donkerblauw. De zonnebril. En dat vind ik wel eigenlijk leuker dan dat hij bijvoorbeeld zwart is. Want zwart... Maakt toch al gauw gewoon best wel hard. Ik ga gelijk even dit plasticje wat hier erop zit erop halen. Ja, ik vind hem echt zo ontzettend gaaf. Ik ben hier zo intens blij mee. Echt. Ik weet niet, deze bril kan gewoon echt heel je outfit afmaken. Kijk, ik zal hem nooit zo recht op mijn neus zetten. Want dit vind ik gewoon echt heel zonder uitzien. Maar gewoon een beetje zo, hoog op je neus. Leuk met inderdaad zo'n hoge staart in of zo. Ja, ik vind deze echt... Heel gaaf. Dus ik ben er heel erg blij mee. Zoals ik zei, wilde ik hem het liefst vandaag opdoen. Ga ik niet doen. Maar het liefst zou ik het wel willen. Maar goed, ik ga eventjes mijn haar doen. Even verder kijken naar wat ik aan ga trekken. Want ik heb echt nog steeds geen idee. Ik denk dat ik... Ja, ik weet het niet. Ik kan wel zeggen ik denk, maar ik heb gewoon nog echt geen idee. Dus
Ja. Ik heb mezelf 300 keer te hebben omgekleed. Mega veel troep in mijn kamer te hebben gemaakt. Denk ik dat ik de outfit heb. Ik weet alleen nog niet echt welk tasje ik erbij doe. Misschien dat ik gewoon geen tasje meeneem. Want dit broekje heeft ook zakken. Maar het is niet heel handig om geen tasje mee te hebben. Maar dit is in ieder geval de outfit. Ja, het is super benauwd buiten. Maar het is toch wel een beetje bewolkt. Het is straks overdekt. Dus ik had niet echt een capuchon nodig, zeg maar, voor de regen of zo. Dus ik denk dat dit het gewoon wordt. Ik weet het anders echt niet. Echt. Ik heb maar wel bij elkaar gepakt. Dit topjes van de Zara. Broekjes van de Zara van vorig jaar. En dit blouseje is ook van de Zara. Die heb ik nieuw. Die is wel van de sale. Dus ik denk niet meer dat ze die hebben. Dan moet ik nog gaan bedenken welke schoen ik erbij aandoe. Eigenlijk wil ik mijn triple S hieronder aan. Maar die liggen bij Milan. Echt helemaal kut is dat. En Miel is niet meer thuis. En hij heeft mijn scooter. En ik heb echt geen zin om op de fiets naar hem te gaan. Dus het moeten andere schoenen worden. Misschien met Dr. Martens eronder of zo. Dat het dan nog even wat stoerder maakt. Maar ik weet dus niet welk tasje ik erbij om moet doen. Je zou zeggen mijn Jacques Mustas. Maar het is niet echt een feestje voor een Jacques Mustas. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus ik heb deze. Even kijken. Deze Nuno bag. Ik had deze van Ibiza. Maar die vind ik er wel echt heel erg leuk bij passen. Maar is niet echt lekker meenemen. Want kijk, ik weet niet. Ik wil liever gewoon een klein tasje. En dit hangt echt helemaal naast je. En dat is niet echt. Ik weet niet. Ik vind het gewoon niet heel erg leuk. Dus nou, die valt al af. Dan had ik deze van Nuno. Die vind ik op zich wel leuk. Maar ik denk dat ik gewoon eventjes moet kijken welke schoenen ik aandoe. En daarbij mijn tasje moet matchen. Want we hebben hier ook nog wel wat tasjes hangen in de kledingkamer. Maar dat is ook niet echt waarvan ik denk dat neem ik mee. Die gele is wel leuk. Maar ik heb niet echt zin om met een schoudertas rond te lopen eigenlijk. Want dan, even kijken hoor hoe dat eruit ziet. Misschien moet ik juist een gek kleurtje erbij. Deze. Maar die moet ik ook om mijn schouder heen dragen. Oh, maar dit vind ik wel leuk. Ik denk dat ik deze erbij doe. Juist een gek kleurtje erbij. Dat vind ik wel grappig. En dan gewoon mijn Dr. Martens eronder of zo. Ja, ik denk dat ik dat wel leuk vind. Oké, okay, ik heb de outfit. Ik ben klaar om te gaan. Ik heb nog eventjes mijn bril opgezet. Omdat ik hem zo mooi vind. Ik ga hem helaas niet meenemen. Ik twijfelde echt heel erg. Maar ik dacht, Fleur, doe nou een keer slim in je leven. Laat hem gewoon thuis. Maar ik wil het even laten zien. Want ik vind het wel echt heel erg leuk zo met dit outfitje. Ja? Nou, ik heb het allemaal verteld wat ik aan heb. Het is allemaal van de Zara. Tas van Magé. En ik doe mijn Sandro sneakers erbij aan. Ik was dus gewoon helemaal vergeten dat ik deze had. Echt erg. Maar die doe ik er denk ik maar bij aan. Want oh, ja, ik vind het een beetje zonde om die Balenciaga's aan te trekken. Eigenlijk wilde ik die aandoen. Maar ik vind dat toch een beetje zonde, denk ik. Dus ik doe maar gewoon dit aan. Ik ga nu naar Jet toe. Ik ga mijn bril even opruimen. Helaas kan die niet mee. Helaas, helaas. Ik ga nu eerst naar Jet toe. Dan gaan we daar nog eventjes gezellig met z'n allen zitten. Even een wijntje drinken. En dan gaan we daarna naar Colorado. Ik heb er echt super veel zin in. Ik ga mijn camera niet meenemen. Alles wat ik vanaf nu ga filmen zal met mijn telefoon zijn. Dus dan weten jullie dat. Want dit is het enige tasje wat ik mee heb. En om dan ook nog deze camera mee te nemen wordt een beetje lastig. Dus ik ga vanaf nu alles met mijn telefoon filmen. En ik ben zo intens moe en brak en alles tegelijk. Ik ga niet eens mijn hoofd van dichtbij filmen. Ik heb nog mijn shirtje aan van gisteren waar cola overheen is gevallen. Ik moet echt gaan douchen, maar ik heb echt zo geen zin om te douchen. Het was wel echt heel erg leuk gisteren. Dus als ik zo meteen een beetje opgeladen ben, zou ik jullie wel weer meer erbij pakken. Maar ik ga nu daar op de bank liggen. Ik kom er niet meer van. Nou, typische zondagochtend en een typische zondagavond. We hebben lekker pasta besteld en zijn de Bachelor aan het kijken.